Hi en welkom bij deze visualisatieoefening. In deze oefening ga je leren hoe jij meer controle krijgt over je eigen gevoel, zodat je op die manier op ieder moment dat jij wilt ervoor kan kiezen om jezelf fantastisch te voelen. Deze oefening kan je doen op een plek waar jij je heerlijk comfortabel en op je gemak kan voelen. Dus beweeg je maar naar die plek toe. Neem een comfortabele houding aan. En kies dan maar eens één plek voor je om jouw blik op gericht te houden. En terwijl je kijkt naar die ene plek, kan je je bewust worden van je ademhaling? Kan je voelen hoe je handen nu aanvoelen? En kan je zelfs merken hoe jouw lichaam contact maakt met de omgeving? Voel maar eens hoe je handen zich steeds meer beginnen te ontspannen. Je mag je voorstellen dat een warme, zachte ontspanning vanuit je handen door jouw lichaam begint te stromen. En zo kan je merken dat jij in staat bent om hier heerlijk rustig te ontspannen. Laat die ontspanning vanuit je handen verspreiden door je armen, langs je schouders, zodat ook je borst, je rug en je buik zich steeds meer kunnen ontspannen. Heel goed. En voel maar hoe je adem je lichaam in en uitgaat. En je kan beginnen te merken dat jouw zicht steeds troebeler begint te worden. Terwijl je met iedere ademhaling meer en meer ontspannen raakt. En voel maar hoe iedere cel en iedere vezel van jouw lichaam zich helemaal relaxed kan voelen. Zo. Zodra het voor jou fijn voelt om ze te sluiten, dan mag je dat nu doen. En voel maar hoe die warme gloed van ontspanning zich over jouw hele lichaam verspreidt, zodat al je spieren steeds
ga eens op zoek naar de plek in jouw lichaam waar die ontspanning het sterkst aanwezig is. En met iedere adem in mag je dat ontspannen gevoel versterken. En met iedere adem uit verspreiden over je hele lichaam. Zo ja. Ik wil je eens vragen om terug te denken aan een moment waarop jij jezelf helemaal fantastisch voelde. Ga maar eens terug naar dat moment. En terwijl je ziet wat je toen zag, hoort wat je toen hoorde en voelt wat je toen voelde, gaan we eens kijken naar een aantal aspecten van deze situatie en experimenteren hoe we dat fantastische gevoel nu nog sterker en sterker kunnen maken. Allereerst wil ik je eens vragen, als je zo naar deze situatie kijkt, zie je deze situatie dan nu vanuit je eigen ogen? Of kijk je naar jezelf van een afstand? En als je de situatie nu vanuit je eigen ogen bekijkt, stap dan eens uit jezelf en kijk eens naar jezelf van een afstand. En als je de situatie nu van een afstand bekijkt, stap dan eens in jezelf en bekijk de situatie vanuit je eigen ogen. En word je maar bewust van wanneer dat fantastische gevoel voor jou het sterkst is. En blijf daar maar bij. Hetzelfde mag je doen met de kleuren in het beeld. Zijn er nu kleuren? Of is het beeld zwart-wit? En welk van de twee maakt voor jou dit fantastische gevoel nog sterker? Zo wil ik je ook eens vragen om te kijken hoe helder dit beeld op dit moment is. En om het beeld precies zo helder te maken, zodat het fantastische gevoel voor jou optimaal is. En terwijl je zo naar dit beeld kijkt, is dit beeld dan overal om je heen? Of staat het beeld ergens voor je? En experimenteer eens om het beeld overal om je heen te creëren of juist voor je te zetten. En als je het beeld voor je zet, verschuif het beeld dan eens naar iedere positie die jij je kan indenken. Totdat je uitkomt bij die plek waar het fantastische gevoel het sterkst is. Heel goed. En zo wil ik je ook eens vragen, zijn er geluiden die bij dit beeld horen? Experimenteer eens welke geluiden jij aan dit beeld kan toevoegen om dat fantastische gevoel nog
Misschien werkt het voor jou het beste om stilte te hebben. Misschien werkt het voor jou het beste om een geluid te hebben. Als jij graag een geluid hebt, experimenteer dan eens om dit geluid luider of zachter te maken. Hoor eens wat er gebeurt als je de toon van het geluid hoger of lager maakt, zodat jij op zoek kan gaan naar wanneer het fantastische gevoel voor jou het sterkst is. En terwijl je dat fantastische gevoel steeds sterker en sterker laat worden, wil ik je eens vragen om eens te voelen waar in jouw lichaam dit fantastische gevoel nu het sterkst is. Ga op zoek naar die plek in je lichaam en breng eens al je aandacht naar die plek, zodat jij helemaal op kan gaan in dit fantastische gevoel. Als je dit gevoel eens een kleur zou mogen geven, welke kleur maakt dan dat het fantastische gevoel voor jou het beste voelt? Experimenteer eens met andere kleuren, totdat je bij die kleur terechtkomt die voor jou het allerbeste werkt. En is dit gevoel op dit moment een bewegend gevoel, of staat het gevoel stil? Voel eens wat er gebeurt als je het gevoel juist laat bewegen of juist laat stilstaan. En als je het gevoel laat bewegen, laat het dan eens sneller of juist langzamer bewegen, totdat je precies te pakken hebt wat ervoor zorgt dat dit gevoel voor jou optimaal is. En vanuit die plek mag je het gevoel dan ook steeds verder door jouw lichaam verspreiden. Steeds verder en verder dit fantastische gevoel in iedere cel en iedere vezel van jouw lichaam. Ik wil je eens vragen om je voor te stellen dat dit fantastische gevoel zo sterk wordt dat het als het ware als een aura om je heen begint te bewegen en het zich begint uit te spreiden, niet alleen door jouw lichaam, maar ook om de ruimte om jou heen, zodat het fantastische gevoel steeds meer en meer plek in beslag neemt, steeds groter wordt, steeds groter en groter. En hoe groter dit gevoel wordt, hoe meer jij merkt dat je jezelf fantastisch voelt. En hoe meer jij jezelf fantastisch voelt, hoe groter dit gevoel weer wordt. Heel goed. En stel je dan nu maar eens voor dat je dit fantastische gevoel nu kan inademen. Dat gevoel wat nu overal om jou heen is. Adem dat gevoel maar in. En voel maar
hoe al die fantastische gevoelens zich in jouw lichaam sterker en sterker maken. Heel goed. En wanneer je dat gedaan hebt en je helemaal tevreden bent over dit fantastische gevoel, dan mag je je heel rustig weer eens bewust worden van je ademhaling. Van hoe je buik op en neer gaat bij iedere ademhaling. Van hoe je handen nu aanvoelen. Hoor maar weer eens de geluiden die nu om je heen zijn. En je merkt dat je steeds meer energie krijgt in je lichaam. En je begint zelfs je vingers en je tenen lichtjes te bewegen. Terwijl er meer en meer energie komt terug in je lichaam. En je merkt dat zelfs je oogleden steeds lichter worden. Zodat je ze zo dadelijk kan openen. En wanneer jij er klaar voor bent, dan mag je nu je ogen openen. En heerlijk ontspannen terugkomen naar het hier en nu. Heel goed. Je hebt in deze sessie geleerd hoe je jouw gevoel onder controle krijgt. Je kan deze sessie zo vaak luisteren als jij wilt, zodat je steeds meer controle krijgt over jouw gevoel. Voor nu wil ik je veel plezier wensen met deze nieuwe vaardigheid. Tot de volgende keer.